Het gaat om een opslag van 60.000 ton giftig ammoniak. En het zou in één klap de grootste ammoniakopslag van Nederland worden. Ja, omwonenden en de gemeente Voorn aan Zee zijn bezorgd en willen dat er uitgebreid onderzocht wordt wat de eventuele gevolgen zijn als er iets fout gaat. Maar de provincie en Milieudienst Rijnmond zeggen dat die zogeheten milieueffectrapportage, de MER, helemaal niet nodig is. Ja, en hier bij ons aan tafel Henk Kompter, voorzitter van Vereniging Verontruste Burgers Voorne. Henk, goed dat je er bent. Goedenavond. Ja, ammoniak, wat voor een ammoniak is dit nou eigenlijk? Ja, dat is niet het spul wat je thuis hebt als afterbite of ammonia, waarmee je verf schoonmaakt. Ja, daar ken ik het van. Daar kennen we het van, ja. Ontvetten, kozijnen schoonmaken en dan verven. Ja, de geur is hetzelfde, alleen het is 10 keer zo sterk. En ja, je gaat gewoon dood als je in zo'n bolk loopt. Dus het is heel gevaarlijk. Heel vies spul, maar waar wordt het dan voor gebruikt, wat er hier straks moet worden opgeslagen? Nou, het zal een belangrijk deel van de energievoorziening en van de grondstoffen zijn voor de chemie, omdat er waterstof uit vrijgemaakt kan worden. Oké. Maar er komt dus nu zo'n, tenminste dat zijn de plannen, meteen ook de grootste ammoniakopslag van Nederland moet het gaan worden, die hier dan vlakbij komt. Ja. Maar nou zeggen de Milieudienst en de provincie, die zeggen allebei, maar het is veilig. Het is namelijk spiksplint een nieuwe opslagtank, dubbele wanden, alles helemaal picobello voor elkaar. Waarom heb jij dan toch zorgen, Henk? Nou, wat wij zien is een studie die gaat over de hele site. En die geeft aan de veiligheid van 2 oude tanks met een nieuwe. Dat is gecombineerd en daarmee is het totaal niet duidelijk, maar zit de onveiligheid. Nu zit die op de ongeveer op zeg 50% van onveiligheid. Maar er zitten grote fouten in het programma wat is toegepast. Dat is niet gevalideerd, zo heet dat dan, op de toepassing. Een gifwolk in dat model kan maar 1500 meter ver komen, terwijl eigen berekeningen en Amerikaanse berekeningen geven 10 tot 15 kilometer. Het programma zegt, na 30 minuten is het klaar. Maar zo'n plas, dat uitdampen daarvan, want je kunt niks anders dan uitdampen, dat duurt 2-3 dagen. Dus heb je een 10 kilometer lange wolk die dagen over een gebied hangt. Oké, maar dan ga je echt al uit van ongevallen. Want ze zeggen nu toch, ja, maar het is allemaal nieuw, dubbele wanden, allemaal piekfijn voor elkaar. Kan niet misgaan. Ja, oké, het kan niet misgaan. Maar ook bijvoorbeeld minister Jet heeft in zijn nationale plan energiesysteem aangegeven dat die ammoniaktanks, en u spreekt over 1, maar het worden er 30 volgens TNO. Dus vandaar dat we er nu echt hard aan moeten werken. Die spreekt dat met die nieuwe verduurzaming de situatie minstens even veilig zal zijn als met de huidige. Ja. Dat is 1. En 2, aandacht voor digitale aanvallen, criminaliteit, terrorisme en statelijke dreigingen. Niks hebben we daarvan gevonden in de studie. Het is doosje draaien, krassa. Dus wij maken ons zorgen. Er zit een fout in het programma. Oké, want u zegt ja, er zijn wel degelijk andere dreigingen. Er zijn wel degelijk andere dreigingen. Ja. Afgelopen maanden kon u horen dat de Duma 2 keer gedreigd heeft met raketten. Duma, parlement in Rusland. Parlement in Rusland. We hier zitten in Rotterdam vol met drugsdealers die met bommetjes lopen. Daarnaast, alle grote ongelukken industrie die komen niet voort uit falen van de techniek. Nee, menselijk falen. Het ja. is menselijk falen. Ja, wij waren een paar weken geleden nog in Sittard met ons programma. Daarbij Camelot is OCI ook voor de rechter gesleept. Ja. Vanwege een incident met ammoniak door menselijk falen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat meespeelt. Ja. Henk, heb je veel medebezorgde bonus of ben je de enige roepende in de woestijn? Nee, ik ben niet de enige roepende. Ik heb, binnen onze vereniging heb ik 4 zware deskundigen. Een ammoniakdeskundige, een waterstofdeskundige en een BSZO-deskundige. Maar inmiddels ook de dorpsraad Oost-Voorne, die heeft een uitgebreide enquête gedaan binnen de dorp Oost-Voorne. En 80% van de mensen is verontrust. Wat staat hier te gebeuren? Ja. En wat jullie nou willen, en dat wil jij en ook de gemeente Voorne wil dat inmiddels ook, hè, de gemeente Voorne aan Zee, dat is een zogenaamde milieueffectrapportage, een MER. Ja. Ja. Wat is dat precies en waarom willen jullie dat zo graag? Nou, zo'n milieueffectrapportage omvat de hele keten vanaf zeeschip, overlading, opslag, door het transport naar Sittard met binnenschepen onder druk. Alles erop en eraan? Ja, alles erop en eraan, de hele keten, maar ook, die studie kijkt alleen maar naar doden. Maar je hebt ook gewonden. De teelten gaan eraan. De industrie komt stil te liggen. Als die wolk over het gebied heen ligt, alles ligt stil. Ja. En dat wordt allemaal verzwegen. En de grootste zorg is ook, dan gebeurt er wat. Zijn we voorbereid? Nou, als je er niet over praat, is er niemand voorbereid. Dan vraag je aan je brandweer en aan de ambulances, ga ze redden. Maar ze weten niet waar ze ingaan. Niemand is voorbereid. Dus het moet duidelijk op tafel liggen. Wat zijn de bedreigingen?
De kans is heel klein, maar wij willen geen kerncentrale op de Koolsingel. Zo willen wij geen ammoniakopslag hier voor de poort van Brielen. Nou, het is ons niet gelukt om iemand van de provincie of de milieudienst DCMR aan tafel te krijgen. Maar wel contact met ze gehad. We hebben ze ook gevraagd waarom ze zo'n MER, milieucheck, niet uit willen voeren. De milieudienst die zegt dat vanaf 200.000 ton ammoniak er een verplichte milieueffectreportage moet worden gedaan. En dat pas vanaf 100.000 ton geëist kan worden door het bevoegd gezag. En als ik het goed begrijp, kunnen zij dat bij 60.000 ton niet eens een MER opleggen. Nou, dan moeten ze de regelgeving van de MER goed bekijken. Er staat nadrukkelijk in dat wanneer er maatschappelijke onrust is, dat dat een reden kan zijn voor de DCMR om alsnog een MER te vragen. Ja. Ja, dus, maar ze zitten met de vingers tussen de deur. Ze hebben op het moment dat ze de vergunning ter inzage hebben gelegd, hebben ze al gelijk de brief uit de deur gedaan aan OC met de melding, er hoeft geen MER te komen. Ja, dan zit je knel. En dan kan OC zeggen, ja, maar ik heb een toezegging gehad. Daar hou ik jullie aan. Ja, maar Henk, begrijp je dat wij hebben dus gevraagd om een reactie van de provincie of de milieudienst. En die zeggen van ja, volgens de letter van de wet hoeven we dat gewoon niet te doen zo'n MER. Begrijp jij die reactie? Nee, ik begrijp de reactie. Nou, ik begrijp de reactie omdat deze MER knel zit. En de bestuurders die jullie die gesproken hebben, dat zijn allemaal bestuurders die ook lid zijn van het bestuur van deze MER. Dus daarmee, ja, de slager keurt zijn eigen vlees. Ja, 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 maar als ik het zo bekijk, dan denk ik van ja, wat kun jij dan nu nog bereiken om dit dan nog tegen te houden? Nou, we hebben bij de biomassacentrale in Diemen gezien dat er is ook gevraagd naar MER, is niet gebeurd. Daarna is er een vergunning verleend. Daarna zijn de mensen naar de Raad van State gegaan. En alsnog, de hele vergunning is ingetrokken en men heeft gewoon, men is gedwongen geweest om alsnog een MER-procedure te starten. Ben je, ik zeg maar gewoon je, hè, Henk. Sorry, ja, hoor, ik zeg, ga je gang. Ben je bereid om zo ver te gaan? Nou, ik denk dat die weg naar Raad van State niet zo zwaar is. Dat is een normale procedure. Tegelijkertijd denk ik, ja mensen, ik zit hier, ik heb mijn bezwaren geuit, kom in overleg. Maar DCMR, provincie, niemand komt in overleg. Ja. Terwijl ik denk, ja, ga praten. Henk, waar zit je bezwaar? Is het oplosbaar? Ja. Het is oplosbaar, er wordt over nagedacht. Maar je moet wel het gesprek willen voeren. Ja, wat ik wel zorgwekkend vind aan het hele verhaal, dat leg jij in het hoek uit. Dus in het buitenland nemen ze dit soort dingen, een ammoniakopslag, veel serieuzer, krijg ik het gevoel. Ja, ik heb een uitgebreide studie uit Denemarken gevonden waarin alle aspecten goed beschreven zijn. Zowel de lucht, het water, het land, de teelten. En dan stel ik me zo teleur dat hier gewoon niet eens de bereidheid is om over die effecten te praten. Het lijkt alsof er zo'n druk is, terwijl OCI heeft niks met de vergroening te maken. Het is gewoon grijze ammoniak uit schaliegas die zo goedkoop mogelijk geïmporteerd moet worden in zo groot mogelijk hoeveelheid, zo groot mogelijk opslag. Het helpt ook niet echt voor de verduurzaming. Maar jij bent gevallen ook, hè, over de berekeningen die ze hebben gemaakt en de modellen die ze hebben gebruikt. Ja. Die in het uitvoeren van een geval van een calamiteit. Ja. Hier heeft ook de Milieudienst op gereageerd. De strekking, het is een wettelijk voorgeschreven rekenpakket en de randvoorwaarden zijn vastgelegd in landelijke handleidingen. Ja. Maar het gekke is, hè, Henk, misschien ben ik er wel heel naïef voor, maar ik ga er toch wel uit dat daar capabele mensen bij deze instanties Ja, ik ben ervan overtuigd dat het programma Savetti.nl heel goed is. Maar er zijn door, ter beperking van rekentijd of zo, zijn er een aantal voorwaarden ingeslopen in dat programma die bij de huidige situaties goed waren, maar die niet voor zo'n extreem grote tank past. Er zijn maar heel weinig installaties waarbij een koude gifwolk van zo'n volume zich kan ontwikkelen. Dit is gewoon iets nieuws. Men had gewoon het programma moeten valideren. Past het? En het past. Als je die begrenzingen eruit haalt, dan kun je gewoon opnieuw rekenen. Ja. Dan zeg ik deze meer, ga opnieuw rekenen. Dat is het enige wat ik jullie vraag. Ja, ja, ja. Ben je bang dat jullie hier een beetje de proefkonijnen zijn alvast? Nou, eigenlijk had de Rijksoverheid, dat verzucht hier iedereen in de omgeving, had al veel eerder met eigen beleid moeten komen. Goed gefundeerd beleid. Het havenbedrijf heeft dat gezegd, DCMR ook. De overheid faalt hierin. Die had moeten zeggen, zo regelen we het in Nederland. En dat zijn de voorwaarden. Liefst zou ik zeggen, spullen zo gevaarlijk, zet het op een eiland op zee. Ja. En maak daar een kraker en dan heb je schoon waterstof wat je zo importeert in het land. Ja. Nou, je hebt natuurlijk echt contact gezocht, hè, met alle instanties. Heb je het gevoel dat je serieus wordt genomen? Ik heb, nou, DCMR heeft erg lang geaarzeld. Of eigenlijk gewoon maar een half jaar in de kou gezet. Ja. En dat vind ik zeer teleurstellend. Dan denk ik, joh, ik wil met jullie in gesprek gaan over de zaken die ik ken. Ja. De deur dicht.
Dus ik heb uiteindelijk ook nu, ik heb brieven gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken, waarbij Jette heeft gezegd het wordt veiliger. Daar hou ik je aan. Ja? Ja. Ik heb een brief gestuurd naar het ministerie van Waterstaat, want weet dat hoeveelheid ammoniak, als die in de Noordzee komt, de hele Noordzee dood is. Zo giftig is het spul. Als die 60.000 ton is ook voldoende om een laag giftige gif van 2 meter hoogte over heel Nederland uit te spreiden. Dus er zit een enorm dreiging in. Dus ik heb ook de Onderzoeksraad van de Veiligheid geïnformeerd. Jullie hebben al gewaarschuwd dat de DCMA's kwaliteit missen. Mm. Ik zeg, hier is de kern, hier begint het. Net zoals met DuPont en met Tata Steel. Gebrek aan kennis bij omgevingsdienst is een gevaar voor de veiligheid van de omgeving. Ja. Ik ben blij, Henk, dat jij er bent en dat je fungeert als luis in de pels. Ja. Zo het gevoel heb ik ook, ja. Maar Henk, ik zoek meer luizen. Wie helpt mij? Ja, ik snap je heel goed, Henk. Maar denk je dat ze misschien toch zo'n mer gaan uitvoeren? Ik ga er vanuit van wel. Kijk, laat ik ook zeggen, mijn afstuderen was gericht op verspreidingsmodellen. Dus ik begrijp dit model tot in de details. Ja. Mijn jeugd heb ik te maken gehad met ammoniak. Ik heb de eerste ammoniaktank in de elektriciteitssector, dat was mijn verantwoordelijkheid in Nijmegen. Ja. We hebben daarna als elektriciteitssector gezegd, wij willen geen ammoniak in de elektriciteitssector, want het is zo gevaarlijk voor wel medewerkers als voor de omgeving, dat ik echt verbaasd ben dat hier in een heel snel gewoon vergunningje dat eventjes geregeld wordt. Ja. En dan is 60.000 ton, nou, ongekend.